Zo, bijzonder goedemiddag. We gaan alweer voor de derde keer een live shot maken, of de livestream. Vandaag gaan we een hamburgertje maken, en niet zo eentje natuurlijk. We gaan een voor kip maken. Je kunt hem ook voor rund maken, maar vandaag maken we met kip. Wat hebben we gedaan? Ik heb kippendijen even door de gehaktmolen heen gedraaid. En je kunt natuurlijk kant-en-klaar kip gehakt kopen. En in de voorbereiding hebben we natuurlijk verteld dat we hem al op smaak hebben gebracht en eventjes in de koeling laten rusten. We gaan hem even op smaak brengen. Ik gebruik daarvoor de ingrediënten die ik heb. Currypoeder, wat gerookte paprikapoeder, zout, een beetje panko. Ik heb wat sambal, batjak, niet te heet. Ik heb tomatensalsa, dat zijn zongedroogde tomaatjes. Die kun je natuurlijk ook gewoon een beetje fijn hakken en gebruiken. Ik heb nu heel fijn gedraaid met de keukenmachine. Wat mosterd, Dijon mosterd, een beetje pittige mosterd. Augurkje voor de garnering, een beetje kropsla, zwarte olijfjes, cheddar. Nou, je ziet het, de cheddar die we kennen, die zit in die plastic velletjes, die zijn oranje. Dat is gewoon kleurstof, maar echt normaal, de koe geeft geen oranje melk. En net als die Milka koe, die geeft ook geen paarse melk voor die chocola. Dat is gewoon witte kaas en die wordt normaal gekleurd. Maar deze is gewoon blank, echt een mooie boeren cheddar. Ik heb een klein beetje Coppa di Parma, die gaan we krokant maken. Ik ga eerst even het gehakt op smaak brengen. Een beetje curry, paprika poeder, zout, panko. Panko is paneermeel, eigenlijk een soort Chinees-Japans broodkruim. Je kunt er ook een beschuitje voor gebruiken. En je zou er ook gewoon paneermeel voor kunnen gebruiken. Alleen dit broodkruim is wat luchtiger, waardoor je beslag, je deeg eigenlijk wat luchtiger wordt. Sambal. Tomaten, salsa. Mosterd. Dan heb ik een eitje. Niet te veel ei. Ik doe er nu een beetje ei in. Waarom? Omdat ik zeg maar in dit geval wat natte ingrediënten erin heb gedaan. Daarom doe ik ook de panko erin. Als ik geen natte ingrediënten erin zou doen, dan kan ik in principe het eitje weglaten. Nu doe ik het wel. Zo. We doen nog een charlotje bij. Gaan we even aan deze kant toe. Die gaan we snipperen. De truc ervan is om dit eigenlijk zoveel mogelijk te laten zitten. De achterkant van het uitje. Dus niet helemaal eraf snijden. Voorkant eraf. Uitje even doorsnijden. Dan kun je eigenlijk heel makkelijk de buitenste laag eraf halen. Zorg dat dat vliesje eraf is, want dan kun je uitglijden met je mes. Dan gaan we snipperen. Wat ik doe is eigenlijk insnijden, omdat hij hier nu nog vast zit, valt het uitje niet uit elkaar. Ik snij hem in. En draai hem een kwartslag, snij ik hem weer in. Dat doe ik met de andere kant hetzelfde. Dan zie je dat je hele mooie fijne uitjes hebt. Die kunnen mooi door het gehakt in doen, pak er even bij. Teentje knoflook. Je pakt daar mooie, je hebt nu van die mooie verse knoflook natuurlijk. In plaats van die gedroogde. Gedroogde kan natuurlijk ook, maar die geeft een hele sterke smaak. En dit is wat verfijnder van smaak. Ik vind het wat meer richting de ui eigenlijk. Ik pers hem eigenlijk nooit. Geperste knoflook, dat gaat eigenlijk gelijk oxideren. Dat geeft wat sterke smaak. Dus ik snij hem liever. Zo. Nou, het gaat bij het hart. We gaan het gehakt allemaal mengen. Ik doe een handschoentje aan. Voor de oplettende kijker. Maar ik vind het in principe een handschoentje altijd een beetje overbodig. Waarom? Als ik met mijn handen ergens in zit en mijn vingers plakken, dan was ik mijn handen. Als ik met een handschoentje over de vloer alles aanraak, dan denk ik nog steeds dat ik schone handen heb.
Dus een handschoentje, tenzij je natuurlijk een wondje of iets anders hebt, is medisch voor de buitenwereld. Ik vind toch echt gewoon met een lepel of als je met je handen portioneert, dat is helemaal niet zo erg. Nou, je zou natuurlijk nu een klein testje kunnen maken van een klein beetje gehakt. Om te kijken of je smaak goed is. Of je zegt van, ik wil een klein beetje zout erbij, een beetje peper. We gaan niet het rauwe gehakt proeven. Ik ga vandaag twee burgertjes even voorbereiden. Ik hou een beetje gehakt over dan. We kunnen er ook vier van maken, makkelijk zelfs. Maar een beetje gehakt wat ik overhoud. Ga ik vanavond mooie kleine gehaktballetjes van maken. En een beetje spek eromheen. Een beetje barbecue saus. Die doen we vanavond bij een biertje. Als ik thuis ben. Dat is wel lekker. Dus op deze manier. Twee mooie flinke burgers. En die laat ik even opstijven. In de koelkast. Dan heb ik stiekem in het recept staan dat je een broodje kunt voorbereiden. En ik vond het heel grappig om toch zelf een broodje te maken. Dit recept komt zo meteen ook online. Binnen anderhalf, twee dagen staat het recept online. Daar staat ook het recept van het broodje bij. Dus die ga ik ook maken. Wat gaan we vandaag doen? Ik laat jullie even zien wat mijn opstelling is. Ik heb verteld dat we indirect gingen koken. Dus met de convector. Het is vandaag lekker weer om je handschoen aan te doen, dus ik doe eventjes mijn ekmit aan. Ik heb hier nu, een hoop mensen kennen hem al, maar ook een hoop mensen misschien nog niet. Dus we kunnen met de convector en de cast iron grid, zoals ik dat uitgelegd. In dit geval heb ik de expander. En ik heb hier dus een halve baking stone, hier een halve baking stone met roestvrij staal. Ik heb hier gietijzer en ik heb hem hier open. Hier ben ik dus indirect. Hier ben ik direct, als ik deze weghaal. En dus ik kan hier dadelijk op grillen. Ik kan hier mooi rusten. En ik ga hier mijn brood op bakken. En ik ga hier mijn spekjes op maken. Ik zet hem weer terug. Die spekjes kunnen jullie natuurlijk op die pizzasteen maken die in de receptuur stond. Dus laat even zien hoe we de spekjes maken. Daarvoor hebben we een stukje keukenpapier. En ik heb een drip pan. Wat ik doe, ik ga het vouwen zoals vroeger de pijltjes vouwen. Dat kennen we nog wel, denk ik. En als je dus op deze manier ook een hele mooie deksel kunt maken van papier. Meet ik hem even af. Snij hem bij. En dan heb ik een heel mooi papiertje op maat. Dat doe ik nog een keer. En als het te snel gaat, daar heb ik nog een handje van. Jullie kunnen gewoon terugkijken. Hè? Dus de video komt op YouTube kanaal, kun je hem terugkijken. En we doen er nog één. Wat we nu doen is de spekjes erop. Kan natuurlijk ook gewoon een bijtspek zijn. Ik heb Coppa di Parma, omdat het wat smakelijker is en iets minder zout. Op deze manier maak ik vier plakjes op het papier. Papiertje eroverheen. En we doen de Big Green Egg open. Leg het papiertje op de pizzasteen. Daarop de drip pan. En op deze manier gaan we onder druk gaan we krokantjes maken. Nou, dit, ja. Kun je voor de mensen die nu net inschakelen nog even vertellen wat je aan het maken bent? Ja, ik heb geen flauw idee eigenlijk. Ik sta hier ook zo maar. Nee, we gaan lekker een mooie hamburger maken met dan van kip. Kipgehaktburger. Ik heb daar een pita broodje bij. Het broodje recept staat ook online. Tenminste, over 24 uur. Oh, 36 uur. We hebben dus de opstelling gedaan indirect. Waarin we dus kunnen grillen en bakken.
eigenlijk tegelijkertijd en kunnen laten rusten. We zijn nu een spekje aan het maken op de pizzasteen. Of de halve baking stone in dit geval. En heel veel mensen thuis op de pizzasteen. We maken de broodjes. En in principe kun je hier natuurlijk ook hele leuke kleine bolletjes van maken. Ik had het net over die kleine gehaktballetjes die ik over heb. Kun je natuurlijk hele kleine broodjes nog maken van het deeg wat je over hebt. En die kun je dan op deze manier mooi opbollen. Laat je ze even, ja, als je heel handig bent. Vroeger, ik herinner me nog uit het fietshok van school, kun je het ook met twee handen opbollen. En eentje met één hand. Hoppakee. Mooie kleine bolletjes. Deze, doe heel klein beetje bloem. Gaan we gebruiken. En je gaat hem uitduwen eigenlijk. En je ziet wat er kan gebeuren als je een beetje blijft plakken. Dat is helemaal niet erg. Of iets meer bloem gebruiken. Maar je kunt ook een stukje plastic pakken. Dat is wat makkelijker misschien. Het hoeft niet heel mooi te zijn, want dan gaat het vanzelf zijn weg vormen. Goed plat duwen. Leg hem aan de kant. Het deegje heb ik ongeveer een half uur van tevoren gemaakt. Een klein beetje laten rijzen. Je kunt ook nog meer pitaatjes bakken eigenlijk. Als die over zijn, kun je de volgende dag heel makkelijk in een broodroostertje of er even op het eitje doen. Even oppiepen. Ja. Ik krijg nog even een hele leuke vraag tussendoor. Hoe lang werk jij eigenlijk al op een Big Mac? Oeh, dan moet ik even terugrekenen hoor. Dus toen rekenen op mijn bronnen volgens mij. Nee, al heel lang. Ik werk al vanaf een van de eerste eitjes die in Nederland kwamen. We zitten al ongeveer, denk 2002 zo'n beetje in Nederland. En toen had ik ook mijn eerste ei. Dus zo lang werk ik al met de Big Mac. Nu natuurlijk fulltime voor mijn werk. In al mijn restaurants heb ik de eitjes altijd meegenomen. Nu voor mijn werk en nu zie je gewoon, als je er dagelijks mee bezig bent, dat je steeds meer kunt aan mij. Je denkt dat je heel veel al weet, maar het is oneindig, zeg maar. Nou, we gaan even kijken hoe het met spek gaat. Kijk hoe mooi dat gaat. Mooi krokant, heel rustig, indirect gebakken. Die ga ik eraf halen. Zien? Super mooi. Kun je natuurlijk wel even een beetje vooruit voorbereiden. Oké, dan gaan we de broodjes erop doen. En dan zie je dat het voordeel is, als je dus met die expander kun je dus gewoon zowel en brood en krokantjes. We gaan zo ook de hamburger grillen. Heel veel dingen tegelijk doen. Even een vraag. Ja. Twee zelfs. Oh. De eerste gaat over de olijfolie. Ja. Gaat de voorkeur uit naar de Big Mac olie of een andere olijfolie? Ik vind het een hele mooie subtiele olie. Dus mijn voorkeur gaat uiteraard naar de Big Mac olie. Omdat die gewoon heel zacht, subtiel van smaak is. Het is geen bakolie, maar je kunt natuurlijk wel je vlees mee marineren. En spullen mee op smaak brengen. En in het brood is het natuurlijk super lekker. Maar ja, olie is natuurlijk wel heel persoonlijk. Want de een houdt van het grassige, de ander houdt van het pittige. Dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen misschien zeggen, ik wil meer het bittere, het pittige in de olijfolie. Nou, deze heeft echt gewoon hele mooie, ronde, subtiele smaken. Dus ik vind dit persoonlijk heel mooi. Hij is heel toegankelijk. Hij is heel verfijnd. Maar uiteraard kun je natuurlijk een andere olie gebruiken waar je voorkeur naar gaat. En kun je nog een keer zeggen op welke temperatuur je extra staat? Ja, ik heb het eitje nu op 200 graden staan. Ik ben begonnen op 180 graden. En die staat natuurlijk nu open, dus hij gaat iets omhoog. En je ziet dat ik nu de broodjes erop heb leggen. En dan sluit ik de ei. Ik heb de burgertjes. Uiteraard, mijn oude leermeester Cas Spijkers zei, et voilà. Ik heb hem ook even in de koelkast gelegd. Jullie geen half uur laten wachten, dus ik heb deze eventjes iets van tevoren gemaakt. Olie eroverheen.
En dan gaan we nu gewoon lekker grillen. Zo, dan zie je dat je nu indirect en direct aan het grillen bent. Grillen doe ik op gietijzer. Zou ik dat op roestvrij staal doen, dan gaat het niet bakken en grillen. Want juist die temperatuur van het gietijzer zorgt ervoor dat je zijn warmte vast blijft houden. En daardoor krijg je optimale karamellisatie van je eiwitten. Eigenlijk het Maillard effect. Dus we gaan hem dicht doen. Zo. Oeh, we moeten die hele kleine lieve broodjes niet vergeten. Goed. Oké, dan heb ik als garnituur. Ga ik ook wat ui grillen. Zoete ui voor gebruikt, een witte ui eigenlijk. Ook dat is weer een persoonlijke smaak. Je kunt daar natuurlijk gewoon ook een rode ui voor gebruiken of een ander soort ui. En deze is gewoon niet zo, nou, klinkt gek, niet zo uiig. Hij is heel zoet eigenlijk van smaak, niet te sterk en het combineert gewoon heel mooi bij die kip. Op deze manier. Een beetje olie erop. Dan gaan we die ook grillen. Je ziet dat hij al mooi gaat garen aan de onderkant. Mag ik wel even hebben. Hamburger gaan we even kwakzacht draaien. Even een minuut of drie aan één kant gezeten. Even een kwakzacht draaien. Oké, dan gaan we wat garnituur voor zo meteen. Even wat kaas, die cheddar. Wat ik al zei. Deze is natuurlijk mooie boeren cheddar. Maar ik kan iets meer voor. Het is wat vettige kaas. Maar misschien als je voor de kinderen zegt, nou, ik vind het iets te vettig. Je zou een beetje wat jong belegen kaas kunnen doen, dat is iets minder sterk van smaak. Maar dit is natuurlijk veel lekkerder. Zo. Ga nou hurk even snijden. Nu doen we het allebei tegelijk, maar als je alleen de convector hebt, dan kun je natuurlijk nog steeds gewoon met je cast-iron grid heel mooi grillen. Kijk, ik ben nu direct aan het grillen, maar indirect gaat het gewoon iets langzamer. Dat betekent dat ik nu zometeen een koudere zone moet hebben. Ik moet mijn vlees indirect gaan leggen om te laten rusten, omdat ik direct aan het grillen ben, zal hij te lang, te donker worden. En als ik indirect grill, kan ik eigenlijk van A tot Z de burger tot de juiste gaarheid brengen. En ik zou hem ongeveer tussen de 68 en 72 graden, dan is hij goed. Uitje even kwast afdraaien. We gaan het broodje even omdraaien. Zo. Zodat hij niet voorbij de bakingstone komt, anders dan een zwart korstje. Ziet hoe mooi het gaat, hè? Het gaat heel langzaam, wordt mooi goudgeel. Burgertje gaat goed.
Nou, broodje gaat goed, uitjes gaan goed. Augurk gesneden. De spekjes hebben we hier. Kaasje hebben we. Ik heb 2 sausjes. Mayonaise. En de barbecue saus. We hebben wat kroksla heb ik gepakt. Bindsla. We gaan zo meteen het gerechtje opmaken. Een bordje. Een bordje mag ik eigenlijk niet zeggen. Een hele mooie schaal. Dat is natuurlijk wel heel grappig. Deze schaal. Klein beetje bloem op. Sorry. Deze schaal is heel mooi. Je ziet hier een Pick & Neck logo. Dit is een mooie schaal voor de sharing dish eigenlijk. Ik ga zo meteen de burgers hierop maken. Deze schaal die komt zo meteen ook in onze fanshop. Die is nog niet online, maar die komt eraan. En degene die zo meteen deze burger weer heel mooi namaakt, die maakt weer kans op deze schaal. Daar gaan we weer een paar uitdelen. Oké, de kroksla. We pakken mooi het binnenste van de sla. Je kunt natuurlijk ook heel mooi grillen als je dat per se wil. Hè? Dat kan, op deze manier. Beetje olijfolie erop, een beetje kruiden erop en je kunt hem heel mooi grillen. We laten hem nu heel. Op deze manier. Dan gaan we eens even kijken wat er aan de hand is. Uitjes kunnen we omdraaien. Kijk, heel mooi gegrild. De burger gaan we kwartslag draaien nog. Een kleine truc is, die heb ik van Peter Bootsma. Als je een rooster recht ligt, en dan kun je zien aan je streepjes, want soms weet je het niet meer, of je hem een kwartslag gedraaid hebt. Want als je recht ligt, dan moet je hem nog even draaien. Nou, in dit geval de broodjes. Heel even nog. Uitjes, ja. Weet je gewoon welke barbecue saus je gebruikt? Ja, ik heb nu een gerookte barbecue saus. Ja, ook, ja, ik weet eerlijk gezegd niet eens het merk, want ik maak hem eigenlijk zelf. Op de website hebben wij een recipe staan. Deze is kant-en-klaar, anders wordt het gewoon te veel en te lastig om te werken. Om helemaal alles te laten zien. Maar dat is ook wel weer persoonlijke smaak. Maar ik heb een licht gerookte barbecue saus. Kijk, je ziet dat hij nu gedraaid is. Als ik hem dus mijn rooster schuin leg, weet ik niet meer of ik precies het burgertje gedraaid heb. Dus dat is een hele goede tip van de oude barbecue meester. Wat ik nu ga doen, heel eventjes de burgers neerleggen, want ik ga de broodjes eraf halen. Chef, ja. En wat moet de kerntemperatuur van de burger zijn? Burger die tussen de 68 en de 72 graden. En kijk, in principe eiwitten stollen op 62 graden, dus dan begint ook het garingsproces. En kip moet toch wel tegen die 70 graden aan zitten. Wat we nu gaan doen, pizza steen ga ik eraf halen, behalve baking stone in dit geval. En nu zie je dat ik hieronder rustvrij staal heb neergelegd. En dan ga ik dus langzaam die burger even de juiste gaarheid geven. Dus nu ben ik indirect. En direct ben ik klaar. En dan is het een kwestie van eventjes de juiste gaarheid aan je burger geven. Ja, ik doe dat met duim en wijsvinger. Maar dat mag natuurlijk met de thermometer. Ondertussen gaan we nog even het prikkertje voorbereiden. Ik heb er wat olijfjes, prik ik daarop. Ik maak er 2, anders lukt het niet. Zo. Oké, dan gaan we het broodje voorzichtig open snijden. Het is een pita broodje, hè? Je kan natuurlijk alle broodjes daarvoor gebruiken, maar het is gewoon leuk om die even zelf te maken. Je ziet hoe mooi luchtig die is. En
En als je burger zo lekker is, daarom heb ik een pita broodje gemaakt. Broodje is eigenlijk alleen maar om die burger vast te houden. En als je heel veel brood hebt en weinig vlees, dat is gewoon zonde. Pak er de schaal erbij. Dus even mijn gin tonic aan de kant zetten. En dan gaan we langzaam opbouwen. Broodje. Chef, ja. Ik krijg nog even een leuke vraag. Wat is het verschil tussen een pizzasteen en een bakingstone? Ja, nou, we hebben eigenlijk alleen maar leuke vragen. Een pizzasteen of een bakingstone is natuurlijk hetzelfde, alleen ik heb nu een halve bakingstone, dus eigenlijk een halve pizzasteen. Dus in principe hetzelfde, alleen deze is voor de helft en de andere is heel. En op een halve bakingstone is het lastig om pizza's te maken. Wel een calzone natuurlijk, dat zou kunnen. Maar daarom, ja, je moet ze eigenlijk allebei in huis hebben. Ik gebruik vaak de halve bakingstone voor indirect koken. En de pizzasteen gebruik ik vaak om broodjes te bakken. Als ik indirect bak en ik ga op een koude pizzasteen broodjes maken, dan verbranden ze niet aan de onderkant. Dan duurt het langer voordat je steen warm is, kan je brood mooi rijzen. En dan krijg je een mooie krokant aan de onderkant, een mooie krokant aan de bovenkant. Gaan we burgers checken. Nou, je ziet, dit gaat heel soepel. Nou, de gaarheid is perfect. Kijk, je ziet al mooie sappen eruit komen. Hij is mooi sappig. En hij is gaar. Op een broodje. Lekkere flinke burger, quarter pounder. De kaas. Die gaat erop. We hebben augurk. En niet te vergeten de saus. Lekker een beetje speels. Zorg dat je dopje vast zit, dan zit je saus tegen het plafond. Mooi geluiden. Zo. Dan doen we de deksel erop. En ook nog een klein beetje barbecue saus over de kropsla heen. Uierringetjes. Olijfje. Ja, maar eens kijken. Super dun. Mooi krokantje erbij. Nou, dan zeg ik bon appétit. We kunnen aan tafel. Mooi burgertje, quarter poundertje van gevogelte. Super lekker. Recept is terug te zien zometeen online weer. Ook een recept van het brood. Volgende week gaan we pizza's maken. Dus die pizzasteen, nu al een halve bakingstone, maar dan eigenlijk de hele bakingstone of de pizza, die heb je echt nodig. En natuurlijk niet gewoon een normale pizza, want ja, ik wil hem wel een beetje gekker maken. Dus hou je vast, volgende week komt een hele speciale pizza. Tot volgende week!